Ja, hier is Vissie weer. En vandaag weer een nieuwe commentary natuurlijk hier op mijn kanaal. En vandaag weer een keertje Moab gameplay, MW3 natuurlijk. Want ik speel hier namelijk op de map Bootleg met de MP7 met Silencer en Extended Max. En hij is al een tijdje geleden gehaald. Ik haal trouwens de Moab in 5,5 minuut of zo. Dus het is niet heel erg snel, niet heel erg langzaam of zo. Ja, het is natuurlijk een regular domination. Dus je bent een beetje afhankelijk van waar mensen gaan spawnen en zo. En ik loop een beetje door die map heen. Meestal, hier stond ik even stil. Maar meestal loop ik dan even door die map heen. Om af en toe een killetje op te pakken. Het probleem is eigenlijk, ik vind het... we hadden het erover een tijdje, een paar weken geleden. 2 weken geleden of zo. Met Paul... Van, ja, Paul vindt namelijk Ground War leuker. En ook leuker om naar te kijken. Nou, ik zat erover nadenken. En hij heeft inderdaad wel gelijk natuurlijk. Want je kan natuurlijk gewoon veel meer kills oppakken natuurlijk. Het probleem is eigenlijk alleen wel. In Ground War heb ik gewoon veel meer last van hackers en van lag. En ja, als je in regular, zeg maar, met een mannetje of 3 speelt, hè. Ja, heel vaak is het zo dat wij dan gewoon een eigen lobby aanmaken. Hè? Iedereen joint ons dan in die lobby. En ja, dan zijn wij host en wij dus geen lag. En ja, dat is natuurlijk wel een nadeel als je gewoon in Ground War bent. En je hebt natuurlijk 9 tegen 9 dan. En dan met z'n drieën, dan join je meestal wel een andere party. Want meestal, ja, parties spelen vaker Ground War natuurlijk. Omdat ze bijvoorbeeld willen spawn trappen of wat anders. En dan, ja... ben je alleen maar aan het schelden op de game. En dan gaan we heel vaak weer terug even naar regular. Maar ja, daar haal ik natuurlijk wel makkelijker gameplay in. Eerlijk is eerlijk gewoon. Dus ik ga even een beetje proberen even kijken of ik ook wat meer Ground War mobs kan gaan halen. Ik heb er ondertussen nu 106 of 107. Ik ben er weer te tellen kwijt. Dat is zo fucked up irritant. Want ik heb natuurlijk ook een mob gehaald in mijn rode commander. Dat is voor mijn tweede account. En ik heb ook 2 mobs gehaald die niet ingezet konden worden. Door een EMP. Dan tellen ze niet, hè. Ze tellen pas eigenlijk officieel als je ze inzet. Dan tellen ze in ieder geval mee voor die challenge die je krijgt in ieder geval. En dat is een beetje irritant in ieder geval. Dat even over de mob natuurlijk. Want waar ik het even met jullie vandaag over wil gaan hebben is natuurlijk dat ik gewoon de laatste tijd heel veel Battlefield Hardline speel. Eigenlijk de laatste tijd. Gewoon de laatste 4 dagen, hè, sinds het uit is. En het is gewoon echt een super vette game. Ik ben nu level, wat is het zo'n beetje? Level 32 of zo ben ik. Voor mij ben ik level 32, ja. En dat betekent dat ik al een behoorlijk tijdje heb gespeeld. En ja, dat komt gewoon omdat het gewoon natuurlijk nieuw is. En ik speel lekker op de Xbox One. En super vet en zo. En misschien ga ik dat wel eens een keertje livestreamen volgende week. Misschien. Ik zeg niet 100%. Maar ja, er moet er wel animo voor zijn dat mensen het leuk vinden om daarna te kijken. En ondertussen zie ik dat mijn Vegas crasht. Heel erg fijn. Vegas werkt niet meer. Oké, dat is top. Nou, dan moet ik ongeveer gaan gokken aan de tijd... hoe lang je in moet spreken. Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit. In ieder geval, dat wil ik gaan livestreamen dan. En of jullie er interesse in hebben, dan moet jullie dat vooral achterlaten. Wat ik ook nog wil vragen is, ik heb natuurlijk vroeger challenge series. En dan moest ik bijvoorbeeld, 30 kills met die wapen halen. Of haal een 10 streak met een sniper. Ik zeg maar wat. Nou, als jullie dat leuk vinden, dan moet je dat vooral dat soort challenges weer gaan achterlaten. Want dan kan ik dat weer gaan oppakken. En dat is natuurlijk gewoon super leuk om te doen. En het was ook een van mijn beste bekeken series toen de tijd. Wat ik ook terug ga halen is in ieder geval een dag mei uit. Want jullie kennen natuurlijk dag juli uit. Dat is natuurlijk dat ik jullie challenges geef. En dan... op elke Call of Duty. Maar ik had ook een serie daar mei uit. En dan moet ik in ieder geval elke keer een free-for-all potje winnen. Op MW3. Op een elke keer een andere map. Met een wapen naar keuze van jullie. En een bepaalde klasse. Dus dan moest ik bijvoorbeeld met scavenger spelen. Terwijl ik dan geen specialist had. En dat soort dingen. En ja. Dat mogen jullie ook weer achterlaten. Dat soort dingen voor mij. Dus dan denk ik al met al dat er gewoon... wat leuke dingen weer terugkomt op mijn kanaal. Wat ook terugkomt is natuurlijk Advanced Warfare en dan de Road to 40 Kills with Every Gun. En
Ja, want dat heb ik alweer een tijdje niet geüpload. Ook omdat ik gewoon eventjes van Zwerver even opzij gelegd heb. Ik vind het gewoon behoorlijk vervelend om te spelen met natuurlijk skill-based matchmaking. Want ja, in principe moet je dan eigenlijk... skill-based matchmaking geeft aan, zeg maar, dat je gewoon elke keer gelijk moet eindigen eigenlijk. Want je moet eigenlijk tegen gelijkwaardige tegenstanders hebben. Dus je moet eigenlijk bij wijze van spreken 30-30 hebben. Ja, als ik 40 kills moet halen, dat is dan zelfs tegen je eigen niveau gewoon behoorlijk lastig natuurlijk. Wat nog meer? Ja, verder niets meer. Vandaag eventjes wat minder video's. Ik had gewoon even weinig tijd. Even een beetje gamen. Gewoon even lekker even rusten. Moet ook een keertje gebeuren. En morgen in ieder geval weer FIFA. Met The King natuurlijk. Is ook leuk. En nog wat andere dingen. En dat gaan jullie gewoon lekker zien. Ja toch? Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer. En bye bye.